Goede beentjes, Erben. Lekker. Ja, conditie goed. Altijd, hè? Altijd. Geluksvogel. Zo, ik heb een zin in vandaag. We gaan vandaag een heel mooi tochtje doen, Erben. Wat gaan we doen? Ik heb een hele mooie route in de GPX. Ja. Weer Ribberide. Maar vandaag gaan we het anders doen. We duiken af en toe ook van de route af. Ik heb heel veel zin. Ga je mee? Ja. Let's go! Als je een beetje van de gebaande paden afrijdt en je GPS een andere route erin gooit, Erben, kom je op de mooiste plekjes. Ja. Muggenbeet. Ja. Nederland. Poepershoek. Poepershoek. Hoe komen ze daarbij, joh? Bij het wielrennen had je reden altijd met hol open, maar ik weet niet of dat of daar een poepershoek vandaan komt. Weet ik niet. Maar ik ben blij dat we niet meer om al die plaatsnamen aan het sprinten zijn. We hebben toch veel gedaan, hè? Maar dat doen we niet meer. Behalve om deze. De winnaar betaalt de koffie. Nee, shit. Kom op, hé. Dat is niet eerlijk. Hoppa. Yes. Ik heb je. Lekker! Daar zijn jullie aan toe. Ja, zeker weten. Alsjeblieft. Dankjewel. Waar komt de naam Moespot vandaan? Ah, Moespot. Dat is een afleiding van vroeger, waar men een vaste tijd in kon hier. Ja. En dat was altijd iets door elkaar. Ja. Dat is een stamppot. Dus eigenlijk moes is stamppot. Het is ook zo simpel, hè? Als je gewoon van de gebaande paden afgaat, dan kom je dus op zulke plekken terecht. Dat is echt geweldig, toch? Je moet gewoon soms een weg in durven te slaan waar je nooit bent geweest. Ja. De GPX doet dus helpen je daarbij. Je komt vanzelf weer op de juiste route terecht. Er zijn prachtige routes. Maar als je ervan afwijkt, heb ik de volgende tips. Neem reserve tools mee. Twee binnenbandjes. Eén is geen, zeggen we altijd. En zakgeld, hè, dat je onderweg koffie kunt drinken met een appeltaartje. Ja. Maar deze keer hoef ik niet te betalen, want dat doe jij, Erwin. Ik heb het gewonnen. Ja, dan moet jij betalen. Echt waar? Ja. Zei je dat? De winnaar betaalt. Jeetje mina. Nou, betaald.